op de persvoorstelling van Mrs. Universe 2016. Ik sta hier naast Mitchell, Mr. Belgian Style 2016. Mitchell, welkom op de persvoorstelling. Ja, dank u. Ja, het is gezellig hier, hè? Ja, het gaat hier goed, hè? Ja. Jij hebt natuurlijk gekeken naar de meisjes. Heb je al een stiekeme favoriet? Nee, ik heb een paar heel goede kandidaten gezien. Er zijn er veel die zichzelf goed hebben gepresenteerd. Dus ik ben heel benieuwd naar de campagne en ook naar de finale toe. Wij gaan jou ook terugzien op de finale? Ja. Oké, mij ook. Ja, ik ga er ook zijn. Ja. Ik ook. Ah, jij ook? Ja, ik ook. Ja, derde keer tracteren voor u dan, hè? Dat is een deal. Het staat op camera, hè? Ja. Je bent natuurlijk Mr. Belgian Style al sinds eind vorig jaar. Ja. Wat heb jij tot nu toe allemaal al zo mogen doen? Tot nu toe heb ik veel modellenwerk mogen doen voor verschillende merken. Een paar tv-audities. Veel acteprésences en er is toch veel bij komen kijken het afgelopen jaar. En natuurlijk, het belangrijkste, in december moet ik dan voor België naar Thailand gaan. Voor Mr. International 2016. Dus dat wordt een heel avontuur. We zijn met 40 landen en er is één winnaar. Wanneer vertrek je? 12 december. Wanneer is de finale? 19 december. Kunnen wij die volgen? Je kunt die volgen via bepaalde livestreams, omdat dat niet in ieder land wordt uitgezonden. Dit zijn livestreams. Vorig jaar waren er 2 miljoen kijkers, dus laten we hopen dat het dit jaar nog... Zijn er niet zenuwachtig 2 miljoen? Nog niet, maar dat komt nog wel. Daar ben ik zeker van. Ja, van het moment dat ik klaar sta voor te vertrekken, ga ik zeker aan vast... Dus voor welke verkiezing ga je internationaal? Mr. International. Dus ik ga ervan uit, als wij de pagina van Mr. International liken, dat wij daar kunnen zien waar dat wij de livestreams kunnen volgen. Tuurlijk, daar als ook. Ik heb meerdere internetsites van alle promotiedingen en reclamedingen gezien daarvan. Dus het is een heel groot evenement. Hè. Het is de grootste mannenverkiezing ter wereld. Samen met World en Universe. Dus er gaat enorm veel promotiedingen om gemaakt worden en zo. Dus ik ben. Enorm enthousiast voor eraan te beginnen, natuurlijk. Ja, heel veel succes. We Love Misses wens je heel veel succes. Dank je wel. En als jullie Mitchell willen volgen in zijn grote finale van Mr. International, zeker de Facebookpagina niet vergeten te liken. En wij duimen voor u, we wensen je het beste. Dank je wel. Het was een mooi interview, hè? Ja, ik vond het super. Hey, dank je.